Goedemorgen. Je hebt waarschijnlijk geklikt vanwege de titel. Ja, terecht. Zo, kan ik een tourke doen op mijn skateboard. In de hoop dat ik mij een beetje beter voel. Ik ga mij nader verklaren. Ja. Waar ga ik beginnen? Ik ga gewoon beginnen met te zeggen dat er geen fotografietips met Frederik meer zullen komen. Heel eenvoudig. In de eerste plaats omdat ik ze niet goed vind. Ik heb niet genoeg de tijd om goede voorbeeldfoto's te maken enzovoort. Ik ondervind gewoon dat ik een 1-op-1 veel beter op mijn gemak dat kan uitleggen. Terwijl in zo'n video moet dat echt praktisch zijn. Enfin, dus er komen geen fotografietips met Frederik meer op zondag voorlopen. Dus dat is al één iets wat de titel verklaart. Maar het is zo dat ik bijna wekelijks of toch zeker één keer per maand serieus met gedacht loop van ermee te stoppen. En ik ga jullie uitleggen waarom. In de eerste plaats moet ik het eigenlijk niet aan jullie uitleggen, want jullie kijken iedere week. Maar toch, ja, ik kan het eigenlijk niet meer opbrengen. Veel zulke filmpjes lijken heel evident, maar er kruipt echt wel wat tijd in. Om dat iedere week opnieuw te doen. Om te zorgen dat er een beetje van alles in zit, dat het niet zomaar ik is die ergens wandel en tegen de camera vertel. Ja. En het is zo'n moment dat het een beetje lastig aan het worden is. Ik wil ook geen duizenden abonnees, maar wel iets meer dan dat ik er nu heb. Ik ben nu ongeveer iets meer dan een 2 jaar bezig, non-stop. Ik heb geen enkele keer niet upload, dus iedere vrijdagmorgen is er een vlog geweest, al meer dan 2 jaar. De ene was al beter dan de andere. En het groeit veel te traag. Moet een stuk beter en dat komt maar niet. Ik heb redelijk veel geduld gehad. Dus ja. Iedere dag een vlog nu tijdens coronatijden is ook zoiets. Het dwingt mij natuurlijk om iedere dag iets te maken. Maar aan de andere kant hangt die donkere wolk van dat coronavirus toch boven je hoofd. Ondertussen sta je agenda leeg. Het is een beetje moeilijk om nog altijd de vrolijke Jan met de helm op in dat geval te spelen. En het klinkt allemaal saai en negatief, maar ik had jullie gewaarschuwd dat er waarschijnlijk eens zo'n vlog ging aankomen. En gisteren is mij dat overvallen, dat idee. Gisteren was het nog donderdag, nu vandaag is het vrijdag, als jullie kijken is het zaterdag. Gisteren begon ik na te denken en ik zeg, ja, ik moet absoluut morgen, vandaag, dus vrijdag, wanneer ik het opneem, nog extra fotografietips met Frederik maken. En ik zag dat ik gewoon niet zitten. Ik heb niet genoeg materiaal en als ik iets doe, doe ik het ook graag goed. Ik ben blij dat ik het toch met jullie kan delen en ik weet dat er zeer veel mensen iedere week opnieuw kijken en dat zij dat zeer appreciëren en daar naar uitkijken en dat erg jammer gaan vinden. Maar ja, als jullie allemaal elk één nieuwe abonnee aanbrengen, dan zitten we met de slag aan 700 en een chic. En daar wil ik er nog eens over nadenken. Waarmee dat ik jullie niet wil opladen met iets, maar ik hoop dat jullie begrijpen voor mij dat het dat het af en toe wat te veel wordt om mij op te laden om iedere keer een film te maken met zo relatief weinig respons en kijkers. Het is weer heel mooi weer, maar wel met verschrikkelijk koude wind. Zeg. Brrr. Het is nog geen echte lente. In Hollywood maken ze ook geen film voor 1000 mensen. Nee.
Ze maken een film voor miljoenen mensen. En als er maar 1000 kijken, had dat ook niet blijven duren. Nee. Dus ik wil er hier geen miljoenen uiteraard, voor alle duidelijkheid. Maar ik zou er toch wat meer willen en het groeit te traag. Goeiedag. Ik heb afstand houden toch. Hè? Enfin, ja, dat was eigenlijk het belangrijkste dat ik wilde delen met jullie. Ik hoop dat je het een beetje begrijpt. Ja, ik ga niks beloven. Er zullen zeker nog vlogs komen. Er zullen zeker nog dagen zijn dat ik het weer allemaal zie zitten. Maar ja, ik ga niks beloven. Voilà. Super bedankt dat je teruggekeken hebt. En tot binnenkort.